Ook de Flevolandse kiezer is duidelijk. De PVV is ook hier de grote winnaar van de verkiezingen. In Almere is er trouwens opvallend weinig gestemd. 67,4%. Voor Almere het laagste opkomstpercentage ooit. Staatsbosbeheer gaat opnieuw ingrijpen bij de grote grazers in de Oostvaardersplassen. Volgens de boswachters moeten er honderden edelherten en hekrunderen worden afgeschoten. En meester Bart is vandaag in het zonnetje gezet. De leraar van het Wilgerijs in Dronten gaat met pensioen en dat wilde de school niet stilletjes voorbij laten gaan. Het is donderdag 23 november en dit is Flevoland. Goedenavond. De PVV is ook in Flevoland de grote winnaar van de Tweede Kamerverkiezingen. 1 op de 4 Flevolanders stemde op de partij van Geert Wilders. Ook Nieuw Sociaal Contract, GroenLinks PvdA en de Boer-Burgerbeweging behaalden veel stemmen. De grootste verliezers zijn de VVD, D66 en het CDA. Nou, door die landelijke verkiezingsuitslag komen waarschijnlijk 3 provinciegenoten in de Tweede Kamer. Het zijn Faith Bruining voor NSC, Ulysse Elian namens de VVD en Willem Boutkan voor de PVV. Ongelooflijk is mijn eerste reactie. Gelijktijdig dank aan alle kiezers die het geloof hebben om in de PVV te stemmen. Maar het betekent ook gelijk een verantwoordelijkheid om het te gaan waarmaken. De verkiezingsdag is trouwens niet vlekkeloos verlopen. Zo konden tientallen inwoners van Noordoostpolder niet stemmen omdat ze een verkeerde stempas hadden. Burgemeester Roger de Groot vond het aantal nog meevallen. Uiteindelijk zijn het er 40 mensen die zich gemeld hebben bij ons, bij het klantcontactcentrum, die vandaag erachter kwamen dat hun stempas niet goed was. Dat zijn 40 mensen met stemrecht die niet hebben kunnen stemmen. Dat valt toch helemaal niet mee? Gezien de omvang dat we dachten dat het zou kunnen worden. Zo kijk ik er eigenlijk naar. Valt het mee? Maar nogmaals, iedereen die zijn stem niet uit kan brengen, vind ik er één te veel. Kunt u nog iets voor hen doen? Het enige wat we nu nog kunnen doen is het aan de kiesraad melden. Om die dan kan checken of het van invloed is op de uitslag van de stemmen, zeg maar. En wat als het van invloed is? Zou er dan iets opnieuw moeten gebeuren? Hoe zit dat? Nou, ik denk dat het heel moeilijk is. Maar daar gaat dan de kiesraad over om daar een beslissing over te nemen. Wat je daar dan mee zou kunnen doen. Maar met alle respect, ik denk toch wel dat het een te klein aantal is. We hebben een opkomst van 81,3%. En dat betekent dat we eigenlijk al bovengemiddelde opkomst is van wat ik tot nu toe gehoord heb. Dus wat dat betreft, aan de opkomst ligt het niet. In Almere zaten vrijwilligers de hele dag in de kou naast woonzorgcentrum De Toonladder in de Muziekwijk. De Toonladder wilde geen ruimte beschikbaar stellen voor de verkiezingen. En daardoor is de gemeente gedwongen een tent op te zetten. En wij als vrijwilligers zitten eigenlijk heel erg in de kou ons werk te doen. In september trok Van Steenbergen al aan de bel bij de gemeente. En hij kreeg een reactie. Nou, de gemeente zei, nou, op kou kunt u zich gelukkig goed kleden. Maar ja, u ziet, ik heb een jas aan. Ik heb mijn handschoenen aan. U ziet, ik heb een thermoshirt aan zelfs hier. Maar dat was niet voldoende. Maar nu zie ik hier binnen wel 2 heaters staan. Dat is toch lekker warm dan? In theorie is het een heel goed idee. 2 heaters. Alleen het nadeel is, die staan dusdanig ver weg van de tafels waar de stembureauleden zitten. Om comfortabel genoeg te zijn. Daarnaast zijn de heaters ook gewoon niet krachtig genoeg om de hele tent te verwarmen. Na 9 uur gisteravond gingen de stembureaus dicht en moesten de stemmen dus worden geteld. Maar dat bleek nog een hele klus, omdat die stembiljetten zo groot waren. Oké, de stemming is gesloten. Dat valt nog niet mee, hè, zo'n stembiljet? Nee, dat is een heel goed gebeuren. Vroeger had je van die, wegenkaarten. Hè? Dan zocht je, als je dan op vakantie ging, dan deed je zo'n kaart op je schoot. Dan had je bijna de hele voorkant van de auto voor nodig. Nou, moet je eens kijken. Kaarten zijn tegenwoordig digitaal. Dit is nog uit het papier. Wat vindt u ervan? Ja, precies. Ja, ik vind het niet meer van deze tijd, dat ik eerlijk moet zijn. Nee. Vindt het ook niet iets moois? Nee, het heeft niet wat romantisch. Nee, echt niet. Uiteindelijk zijn alle stemmen geteld. En als je wilt weten hoe er in jouw gemeente is gestemd, kijk dan voor alle details op onze app en de website. Een auto is vanmiddag over de kop geslagen nadat hij van de weg raakte in de buurt van de golfresidentie in Dronten. Volgens de politie zijn 2 personen met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de auto precies van de weg is geraakt is nog niet bekend. De weg was op dat moment modderig, maar het is niet duidelijk of dat de oorzaak is.
De 240 waterbuffels van een buffelboerderij in Zeewolde zijn dinsdag meegenomen door een curator. Dat bleek vandaag tijdens een kort geding in de rechtbank van Lelystad. Tijdens de zitting werd duidelijk wat er zich dinsdag bij de boerderij afspeelde. De boer heeft zich blijkbaar flink verzet tegen het meenemen van de buffels. Hij had onder andere betonblokken voor de toegang naar de boerderij gelegd, zodat het veevervoer er niet langs kon. De rechter besloot vandaag dat de curator de dieren terecht heeft meegenomen en ze mag verkopen. 13 studentenwoningen in Dronten worden omgevormd tot eengezinswoningen. De eigenaar van de huizen krijgt in ruil de mogelijkheid om arbeidsmigranten te huisvesten in Dronten. Het gaat op de Poort van Dronten, een locatie waar maximaal 300 arbeidsmigranten gehuisvest zouden kunnen gaan worden. En op een perceel van de familie De Recht zelf aan de Kolijnweg, waar ook maximaal 300 arbeidsmigranten gehuisvest zouden kunnen worden. We gaan ons inspannen om die mogelijkheid te creëren, wat het uiteindelijk mogelijk maakt om uiteindelijk 13 studentenwoningen in Dronten Noord te gaan opheffen. Dronten Noord ervaart al jarenlang overlast door studenten. Daarom probeert de gemeente de concentratie van studentenhuisvesting beter te verspreiden over het dorp. Staatsbosbeheer gaat ruim 400 grote grazers afschieten in de Oostvaardersplassen. Het gaat om edelherten en hekrunderen. Het afschot gebeurt omdat er meer dieren rondlopen in het gebied dan het gewenste aantal van 1100. Ook de koningpaden die deze ochtend in de Oostvaardersplassen stonden, werden afgelopen maand geteld tijdens de 14e helikoptertelling. En dat blijkt dat er 1585 grote grazers rondlopen. En dus moet dat aantal terug worden gedrongen, vertelt boswachter Hans-Erik Kuipers. Ja, het gaat hier om zo'n 360 edelherten die we boven dat streeftal hebben. Ongeveer 80 koningpaarden en 45 hekrunderen. En die aantallen, ja, dat doen we per soort anders. Maar voor de edelherten doen we dat door middel van schieten in het veld. Voor de hekrunderen geldt dat ook. En voor de paarden, die proberen we te vangen, naar andere gebieden te brengen. Maar altijd in familiegroepen. En als dat naar andere gebieden niet lukt, als die niet beschikbaar zijn, dan gaan ze naar de slacht. Afgelopen voorjaar maakte Staatsbosbeheer bekend dat het grootschalig afschieten niet langer nodig was, omdat het aantal dieren in het natuurgebied voldoende was teruggebracht. Staatsbosbeheer meldt dat het nu niet gaat om grootschalig afschieten, maar om reguleren. We hebben natuurlijk elk jaar aanwas, er komen jonge dieren bij. En dat zal ook een jaarlijks terugkerend iets worden. Hè. Regulier beheer heet dat dan, waarbij we de aantallen jaarlijks terug gaan brengen naar de aantallen die we net hebben genoemd. Het reguleren is bedoeld om onder meer de biodiversiteit in het gebied te bevorderen. Maar het is nog te vroeg voor conclusies. Dan hoop je natuurlijk al heel snel te kunnen laten zien, het aantal vogels neemt toe, het vogelleven wordt versterkt, maar ook het plantenleven wordt versterkt. En zoals je nu achter mij ziet, koningpaarden met daartussendoor allemaal koereigers. Dan hoop ik al, maar is dat het resultaat van wat je nu doet? Met het terugbrengen van de grote graas. Maar het is te vroeg om daar echt de trends in te kunnen zeggen. Dat melden we zo snel mogelijk. De tellingen worden op dit moment gedaan per helikopter. Maar er wordt gekeken of dat ook kan met drones. Maar dat is lastig. Het is op dit moment nog niet praktisch haalbaar. Hoe komt dat? Dat dat niet praktisch haalbaar is? Als je zeg maar vanuit een helikopter kun je als mens kun je het overzicht houden als dieren van het ene perceel naar het andere lopen, wat ze kunnen. Dat zie je vanuit een drone, moet je dan met banen over het gebied heen vliegen. En dan zie je dus die bewegingen niet. Dan zou je dus theoretisch dubbeltellingen kunnen krijgen. Na 43 jaar in het onderwijs gaat meester Bart Muller uit Dronten met pensioen. Op basisschool Het Wilgerijs, waar hij de afgelopen 35 jaar heeft gewerkt, was het daarom de hele dag groot feest. Rond 8:30 werd meester Bart thuis opgehaald door leerlingen en collega's. Op school was er onder meer een optreden van de band waar Muller zelf in speelt. Meester Bart vond het een dag vol verrassingen. Het voelt dubbel. Weggaan is niet mijn ding. En ik vind het werk wat ik doe hier heel erg leuk. Maar ik kijk ook wel een beetje uit naar hoe gaat het zijn om niet meer in het onderwijs werkzaam te zijn en te kijken van wat voor andere dingen zijn er dan ook nog leuk om te doen. Op het Wilgerijs heeft Muller 35 jaar lesgegeven. Hij heeft nooit ergens anders willen werken. Dit is een school, het Wilgerijs, waar altijd heel veel gebeurde. En mensen gaan vaak weg op plekken waar het een beetje op een gegeven moment saai wordt. Ik heb het nu wel gezien. Maar hier gebeurden steeds zoveel dingen, zoveel vernieuwingen, zoveel
zoveel andere nieuwe dingen, dat het voor mij eigenlijk steeds leek alsof het een nieuwe school was. Run away home. We're going home. Leila, jij bent 11. Wat kun jij vertellen over meester Bart? Hij is heel lief en best wel grappig. En als je bijvoorbeeld iets dwars zit, kan je altijd naar hem toe. En hij helpt je ook heel vaak met alle ideeën die je kan verzinnen. En dan wilt hij je graag mee helpen. Aaron, jij bent 8. Ga jij hem missen? Ja. En waarom? Omdat hij altijd een heel goede meester was. En omdat hij ook heel goed uitlegde wat we moesten doen bij rekenen en zo. Wat ik best moeilijk vind. De directeur van de school, Ellen Stokkelaar, heeft 33 jaar geleden nog les gekregen van meester Bart. Zij gaat hem enorm missen. Ja, het is wel echt een aanwinst voor de school geweest al die jaren. Het was altijd een legende, ik noem het maar even zo. Ja, ik ga van alles doen. Ik blijf muziek maken. Wat ik met ontzettend veel plezier doe. Ik ga op de buurtbus rijden. In december begint hier een Dronten de buurtbus, daar ga ik op rijden. Ik overweeg om misschien toch nog wel wat les te geven aan asielzoekers, bijvoorbeeld op het AZC of bij de Huis voor Taal in de Meerpaal. Dierenparkje zit te springen om vrijwilligers. Ik ben gek op dieren, dus dat lijkt me ook leuk. Nou, en wie weet kom ik hier nog wel eens invallen. Je weet maar nooit. Ik laat het gewoon gebeuren. Nou, terecht applaus voor meester Bart. En dit was Flevoland voor vandaag. Op onze app en website zie je dus alle Flevolandse stemresultaten op een rijtje. Ook de details uit jouw gemeente. Ik wens je voor nu nog een fijne avond en heel graag tot morgen. Dag.